Ja, welkom jongens en meisjes hier in de klas van meester Frank. Bij alweer de tweede les. In de vorige les vertelde ik jullie over luiaards. Wat een bijzondere dieren zijn dat toch. En ik ben heel benieuwd, hoe lang konden jullie hangen als een luiaard? Of hangen jullie stiekem nog steeds? En zijn jullie er ook achter gekomen? Waarom luiaards zo langzaam zijn? Ik vertel het straks aan het einde van deze tweede les. En deze les gaat over haaien. En niet zomaar haaien, tijgerhaaien. En tijgerhaaien zijn echt enorme roofvissen met een grote bek vol vlijmscherpe tanden. Ze kunnen bijna 5 meter lang worden en meer dan 600 kilo wegen. 5 meter, dat is van mijn bureau hier tot aan mijn vitrinekast erachter. Wat een gave duik was dat. Midden tussen tijgerhaaien en hamerhaaien in Tiger Beach in de Bahama's. Dat hebben jullie vast wel gezien in Freek's Wilde Wereld Zep VPRO. Oké jongens, Basie, ben je er klaar voor? Ik vind het erg als ik hem even niet doe. Dit zeker keer. Weten. Ik voel me hier niet goed bij. Oké, snap ik. Ik heb er zin in. Kom op, lange aankleden. Tiger Beach is om te duiken het paradijs. Het water is ondiep, de bodem bestaat uit wit zand en het water is kristalhelder. En het hele jaar door lekker warm. Het is een belangrijk leefgebied voor onder andere tijgerhaaien. Het heet ook niet voor niets Tiger Beach. En tijgerhaaien kunnen gevaarlijk zijn voor mensen. Maar hun tactiek is de verrassingsaanval. Daarvoor hebben ze diep of troebel water nodig, want dan kunnen ze ongezien een prooi besluipen. Dus in helder water van nog geen 15 meter diep zijn ze voor mensen al een stukje minder gevaarlijk. Evengoed moesten we wel constant blijven opletten en doken we in een groep. En terwijl je duikt, let je niet alleen op de haai die je voor je ziet, maar vooral ook op de haai die achter je zwemt. En wist je dat tijgerhaaien best mysterieus zijn? In Tiger Beach bijvoorbeeld kan een individuele tijgerhaai bijvoorbeeld dagen, weken, maanden lang rondhangen om daarna 2 of 3 jaar niet meer terug te keren. Holy moly! Dat heeft deels met hun manier van jagen te maken. Zoals ik al zei, werken ze met een verrassingsstrategie. Ze verrassen hun prooien in een bepaald gebied door daar ineens op te duiken en voor grote paniek te zorgen. En als de haaien langer in één gebied blijven, gaan die prooien na verloop van tijd natuurlijk beter opletten. En dan wordt het voor de tijgerhaaien een stuk lastiger om hun hapjes te verrassen. Gaaf toch hoe de prooien hun gedrag op den duur aanpassen. En de tijgerhaaien op hun beurt ook weer. Want die jagers, die trekken gewoon weer verder. Wie weet tot ziens. Lekkere hapjes. Oké, jongens en meisjes. Hebben jullie goed opgelet? Want dan is het nu weer tijd voor de opdrachten. Ik begin net als bij les 1 met de opdracht voor de onderbouw. Zeg maar tot en met groep 5. Maar iedereen die van knutselen houdt, mag natuurlijk meedoen. Tijgerhaaien worden ook wel vuilnisbakken met vinnen genoemd. Het zijn namelijk alleseters. En ik ga jullie laten zien hoe je zelf zo'n alleseter kan maken. Je hebt hiervoor wel een wasknijper nodig en ik hoop maar dat je die in huis hebt. En verder kun je via de link in de beschrijving de afbeelding van de tijgerhaai downloaden, uitprinten en inkleuren. Voor tijgerhaaien is zo'n beetje alles voedsel. Vissen, ook roggen en andere haaien, zelfs andere tijgerhaaien, giftige zeeslangen, vogels die uitrusten op het water, zeezoogdieren, kwallen, zeeleguanen, karkassen van walvissen, ja, wat eigenlijk niet. Die bijnaam vuilnisbak met vinnen hebben ze niet voor niets. In de magen van gevangen tijgerhaaien is van alles gevonden. Nummerborden, geweien van herten, lichaamsdelen van honden, zelfs hele autobanden. En wat helemaal bijzonder is, tijgerhaaien hebben kaken en tanden die zo sterk zijn dat ze zelfs door het keiharde schild van zeeschildpadden kunnen bijten. Hoe gaaf is dat? Veel succes met je eigen gemaakte haai. Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat opeten. De tekening van je broertje of het tijdschrift van je moeder? Oké. En dan nu de opdracht voor de bovenbouw. Terwijl wij in Tiger Beach doken en de prachtige tijgerhaaien om ons heen bewonderden, viel me iets op. Bijna alle tijgerhaaien die daar zwemmen zijn vrouwtjes. En ik vroeg het na bij de plaatselijke haaienonderzoekers. Zij vertelde mij dat het inderdaad klopt. Slechts 1 op de 10 tijgerhaaien die in Tiger Beach rondzwemmen is een mannetje. Nu is mijn vraag aan jullie. Waarom zou dit zo zijn? En als jullie dit uitzoeken, weten jullie ook hoe je bij een haai heel makkelijk kan zien of het een mannetje of een vrouwtje is? Veel succes met jullie onderzoek. Aan het einde van les 3 leg ik aan jullie uit hoe het zit. En dan is het nu alweer tijd om jullie huiswerk na te kijken. De vraag uit les 1 was, waarom zijn luiaards zo ongelooflijk langzaam? Ik zal het jullie uitleggen. Luiaards zijn zo langzaam omdat ze op die manier enorm veel energie besparen.
Hun lichaamstemperatuur ligt zo'n 4 graden lager dan die van veel andere zoogdieren. En zo hebben ze al veel minder energie nodig om zichzelf warm te houden. Krijgen ze het wel koud in het regenwoud, dan hebben ze altijd nog een lekkere dikke vacht. Omdat hun lichaamstemperatuur lager is, werken hun spieren en ook hun spijsvertering veel minder snel. Ze besteden dus minder energie aan eten zoeken en voedsel verteren. En eten net genoeg om hun lichaamsprocessen op peil te houden. Maar er is waarschijnlijk nog een goede reden om zo langzaam mogelijk te zijn. Namelijk roofdieren. Harpijen en jaguars jagen op luiaards en gebruiken erbij hun scherp oog. Maar iets dat in slow motion beweegt en ook nog grijsgroen van kleur is, is veel lastiger te zien. Wat een slimme dieren zijn dit eigenlijk, deze luiwammessen. Dit was het alweer voor les 2. Zie ik jullie snel weer. Mijn volgende les gaat namelijk over zeeschildpadden. Dit was Meester Freek. Later.